Ja, ik heb VVD gestemd en ik weet dat jullie zijn het daar niet mee eens. Maar goed, nogmaals, het was strategisch om Timmermans uit het torentje te houden. Maar goed, die spreidingswetten, vrienden. Ja, want jullie gaan het nu weer allemaal schrijven over die VVD. Maar ik moet het over die VVD hebben. Want die spreidingswet, die motie, dat was gewoon een geval van die Dylan. Dat was gewoon een gevalletje matenaaierij ten opzichte van die Van den Burg. Ja, en als je moet je in de voetbal doen, zoiets. Ja, als je dat doet, dat matenaaien. Ja, dan word je in de kleedkamer word je niet meer aangesproken. Dan speel je geen rol meer van betekenis. En op het veld, als je daar dan nog mee kan doen, dan krijg je gewoon de bal niet meer. Punt. En dan heel langzaam maar zeker duwt zo'n clubje heel erg naar buiten. En is het afgelopen met je. Maar die Van den Burg, heb je die gezien op tv? Die staat daar een beetje zo van, ja, ik wist het eigenlijk wel van die motie op het laatste moment of zo. Maar hij wist het helemaal niet. Nee, want dankzij de Sam Hagens, die heel goed bezig is daar bij SBS, dankzij die Sam wisten wij dat hij het helemaal niet wist. Hij was niet bij de fractievergadering, nee. En die is gewoon zo verschrikkelijk boos geworden, dat weten we ook, via die Sam. Ja, en die is een paar dagen ondergedoken en die heeft heel hard in een kussen staan krijzen, ja. Dat is wat hij Van den Burg heeft gedaan. Ja, dus hij staat daar voor die camera. Staat hij gewoon. Nou ja, liegen is weer een groot woord. Maar het is wel familie. Ja, het is wel de oom en tante van het liegen. Dat heeft hij daar gedaan. Die Van den Burg. En dan die Dylan zelf. Heb je die gezien? Ja, die krijgt gewoon keurig natuurlijk een vraagje over de laatste peiling. Ja, want PVV schiet door het dak. En VVD verliest 6 zetels. En mensen hebben geen vertrouwen meer in de Dylan. En ze verliest nog eens een keer zoveel zetels. Nou, dus krijgen ze een keurige vraagje over. En dan hebben die buiksprekers van haar, die hebben haar ingefluisterd. Dan zeg je gewoon, er is werk aan de winkel. Nou. Er is werk aan de winkel. Ja, en die herhaalden ze dan ook nog, hè? Want dat is het enige zinnetje wat ze dan kent. In plaats van dat ze daar zegt van, ja, verdorie, ik heb er een puinhoop van gemaakt. Ja, ik heb stof voor een blik gekocht en ik ga die rotzooi opruimen. Ja, en ik ga zorgen dat ik het wel heel goed doe. Nee, er is werk aan de winkel. Oh, wat is dat ook zwak ook. Die Dylan, ja. En die wilde ook nog eens een keer premier worden, kan je voorstellen. Oh, is maar goed dat die VVD gaat gedogen. Stel je voor dat ze in de regering zouden komen.